Ik ben bij letselschade specialist de bureaus. De afgelopen keer hadden we het over hoe het letselschadeproces verbeterd kan worden. En daar praten we vandaag over verder. Uh, Frans, jij hebt sterke meningen over hoe dingen beter moeten. Wat doe je er zelf aan? Er zijn een aantal initiatieven. Uh, het meest recente initiatief is Mijn Herstelportaal. En dat is een traject dat wij samen met een organisatie die gespecialiseerd is in multidisciplinaire revalidatie in de markt hebben gezet. Wat is dat precies? Nou, mijn herstelportaal betekent um, uh, eigenlijk waar ik het al eerder met je over had: dat het herstelportaal uh, wordt de opening naar het letselschadeproces. Dus in plaats dat je um, je focust vanaf het begin op de financiële afwikkeling, gaat dat herstel helemaal naar voren en gaan mensen eerst dat herstelportaal in voordat je het hebt over de afwikkeling van de schade. Wat gebeurt er dan? Wat er gebeurt, is dat wij naar betrokkenen een lijst sturen met vragen. En die vragenlijst komt vervolgens bij een herstelarts terecht. En er worden teamsmeetings eh, ingeschoten, elke maand één. En die herstelarts bespreekt dan met die betrokkenen. hoe die ervoor staat in het herstel. En als dat nodig is, wordt er ook een ander specialist eh, ingevlogen. Zoals bijvoorbeeld een psycholoog. Hm. Als het vooral gaat om bijvoorbeeld cognitieve problematiek. Dus er wordt. In dat eerste half jaar gekeken hoe krijgen we iemand weer aan de slag. Daarna, na dat half jaar. Wat gebeurt er dan? Dan uh, uh, gaan we bekijken in hoeverre nog meer herstel uh, uh, nodig is of mm -hmm. mogelijk is. Uh, maar het herstelportaal sluit zich en dat doen we expres omdat uh, uh, de schade op een gegeven moment natuurlijk wel geadresseerd moet worden en de betrokkenen daar niet tot sint Jutemis op wil wachten. Dus uh, wij zeggen na een half jaar sluit dat herstelportaal zich, dan kan herstel nog steeds doorgaan, maar dan gaat het niet meer vanuit die Organisatie. Um, voor voor wie, wie heeft daar het grootste voordeel aan? De verzekeraar? Het slachtoffer? Ik denk dat dit een uh, gezamenlijk belang is nee, nee. van alle partijen. Wordt het omarmd in de sector? Um, nou, we zijn net een pilot gestart en natuurlijk is het wel van belang mm. dat je in dat kader ook resultaten gaat uh, behalen. Is er al iets te vertellen? Is er al een. Succesverhaaltje te vertellen? Nou, er, is, eh, er is al eh, één zaak uitgestroomd, met succes gelukkig. En dat was vrij simpel. Eh, er was een betrokkenen... en die was onder behandeling bij een fysiotherapeut op de hoek. Die was vooral bezig met massagetechnieken. De herstelarts constateerde dat dat eigenlijk niet de juiste methodiek was om deze betrokkenen te behandelen. En vervolgens is betrokken dus bij een gespecialiseerde fysiotherapeut geplaatst. En uiteindelijk heeft dat geleid tot volledig herstel. De volgende keer gaan we verder over dit wat je zou kunnen noemen harmoniemodel. En dan gaan we het hebben over de risico's dat er toch nog conflicten ontstaan.